We gaan nu gezellig naar Monkey Town. Dus ik liep daar in die haarwinkel en toen dacht ik, ik ga gewoon kijken wat voor andere kleurtjes ze hebben. En dan maar een gek kleurtje. Ja, ook na een aantal wasbeurten gewoon weer uit zijn. Ja, je hebt nog best veel leuke mutsen, toch? We hebben heel goed nieuws gehad. We hebben de datum van de pre-voorschouw gekregen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve Daddies. Welkom bij een nieuwe video. Nou, de derde bestraling is alweer achter de rug vanochtend. En we gaan nu gezellig naar Monkey Town met dit aapje hierachter. Ja. Hè? Zodat hij lekker kan rennen, springen, klauteren en doen. Toch, Jess? Ja. Ja, hè? Toppie! Let's go! Oh, hij rijdt gewoon helemaal zelf. Kijk, kijk, daar komen ze. Ja, ja, ja. Hey! Hey! Woe! Ben jij helemaal zelf aan het rijden, Jessie? Met een marionet. Oh, doe jij het? Ik heb zijn haar gepast. Nou, dan doe. Ja, komen ze weer. Jessie! Oh! Niet tegen de auto aan! Ja? Oh! Oh, sturen! Ja, hij zit er wel heel stoer op inderdaad. Yo. Het is papa's beurt, het is papa's beurt. Komt-ie, er komt-ie, er komt-ie, er komt-ie. Hallo! Zo, na een paar uurtjes Monkey Town zijn wij aan de slag in onze werkruimte. En gaan we een poging wagen. In mijn werkkleding. Om, ja, in je goede werkkleding. Om ja, met epoxy te gaan werken en een steen te maken. En Sergio is bezig met het prijmen van het hout en de onderkant van de stenen zo dadelijk. En dan gaan we daarna de stenen vastlijmen. Zo, nou. Het hout is geprimed. Ja. En dat moet 24 uur. Het moet even een dagje drogen, inderdaad. Oké. Okay. En dan gaan we nu eventjes internet afstruimen voor het juiste de rest. Ja. De epoxy hebben we, maar we moeten even kijken hoe het nou zat met het... ik had een filmpje gezien en daar gingen ze echt gewoon 100 keer schuren en opschuren en glanzen en lakken en opschuren. Dus ik ga heel even kijken wat daar precies allemaal voor gebruikt is. Dit is in ieder geval geprimed, daar kunnen de tegels straks op. En als de tegels erop zitten, dan maken we zeg maar de bekisting voor eromheen. Oké. Okay. En dan gaan we epoxy gieten. Helemaal goed. Nou, en morgen is deze meneer jarig. 37 jaar. 37 jaar. Klinkt wel beter. En jij gaat morgen naar de tattoo artist. Ja. Om proberen je portret tattoo af te maken. Af te maken, ja. Ja, Mercedes, die hebt een dag over. Kun jij? Ik zeg, nou, dan ben ik jarig. Ja. Laten we dat doen. Toch? Ja. Ja. Het zou mooi zijn als die dan ook af is. Dan kunnen we het eindresultaat laten zien. Ik ben er bang voor dat het nog niet helemaal klaar gaat zijn. Oh. Maar hij komt een heel eind. Er komt wel een heel eindje. Ja. Leuk. Ik had vandaag een heel goed idee. Ik wil namelijk mijn haar toch of wat lichter hebben of een andere kleur. Want dat peper en zout denk ik, ja, wat ben je nou? Ben je nou peper of ben je nou zout? Weet je wel? Dus maak een keuze. En toen bedacht ik me, ik wil niet gelijk gaan verven. Want het is toch heel nieuw haar. En toen dacht ik, hey, ik kan ook gewoon een spoeling kopen. Nou, nu schijnt er in de spoelingen blond niet te zijn. Althans, je kan niet van donker
naar blond. Dan moet je het echt gaan ontkleuren en weet ik het allemaal. Dus ik liep daar in die haarwinkel en toen dacht ik, ik ga gewoon kijken wat voor andere kleurtjes ze hebben. En dan maar een gek kleurtje. Dus ik heb gekozen voor, ja, je ziet het hier niet op, ik laat deze wel zien, maar je ziet het niet. Het was, ze noemden het Cassis kleur, maar het zag eruit als paarsig. Dus ik ben benieuwd of dat het ook wordt. Mijn moeder is ervan overtuigd dat het rood is. Dus dat is wel moeder spannend. Moeder is ervan overtuigd dat het gewoon verf is. Ja, dat want het gewoon verf is. Peroxide in. Ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd, want ik ben echt naar een haarwinkel gegaan om daarom advies te vragen. Maar ja. Nou ja, we zien het wel. Er wordt hier nog steeds gezegd dat, of ze zei dat het er na een paar keer spoelen het er ook weer uitgaat. Dus misschien dat ik nog even een fotootje ervan maak en naar mijn kapper stuur. Voordat ik het doe. Oké, jongens. Nou, ik heb het gecheckt. En het schijnt toch wel spoeling te zijn. Dus we gaan het gewoon proberen. En dan... En anders ga je het kaal scheren. En anders kan het er altijd weer af. Sergio hoort het niet, dus maar goed ook. Ja? Nou, het begint nu ook een beetje omhoog te staan als ik zo doe, jongens. Dus ik denk toch dat ik mijn gullen... Oh, zie je hier. Ik denk toch dat ik mijn gullen weer ga krijgen. Het helpt zelfs niet om hem naar beneden te komen, volgens mij. Je begint dan ook weer met nat te maken, hè? Ja. Ja, maar het zegt dus wel wat dat het graag die kant op wil. Ja. Okay. Nou, daar gaan we dan. Zullen we 30 doen? Ja, Iris dacht dat we het met 30 ook wel zouden redden. Oh my god. Je hebt dat gedacht. Dat je nu gewoon al jaren alweer een kleurtje kan geven. Huh? Echt hè? Het ging daarnet echt, mijn achterhaar ging echt... Mijn achterhaar. Ja, achterhaar. En, echt waarom, omhoog staan. Waarom heeft u gekozen voor deze kleur? Nou, omdat blond niet kon. En toen dacht ik, nou, ik vond die Cassis kleur wel tof. Op het nep haar. Dus ik denk, nou, give it a try. En als het goed is met spoeling, kan het... Ja, ook na een aantal wasbeurten gewoon weer uit zijn. Lach je nou uit? Nee. Je moeder die stond helemaal geen nee te schudden op de achtergrond. Oh, je hebt bijna de helft gedaan, maar het is nu op helaas. Nou, dan doen we maar de helft. Het is de meest moeilijkste kleur om er ook uit, überhaupt uit te krijgen. Maar ja, misschien wil je hem helemaal niet uitkrijgen. Nee, misschien staat het wel helemaal te gek. Ja, joe, te gek joe. Oh ja, te gek joe. Ik ken helemaal niet meer. Als je nou voor een plukje niet doet. Dan heb je zo'n peper en zout plukje en de rest is Cassis. Ja, leuk hoor. Hey. We zijn wel lekker snel klaar, hè, zo man. De korte koffie. Normaal zat ik gewoon 5 uur in de stoel. Tot dan weer. Omdat je haar gewoon die kleur niet pakte. Waarom was het? Heeft niet met de lengte te maken. Oh my god. Goed? Ja. Wauw. Purple rain. Yes. Never meant to cause you any sorrow. Ja, mooi hoor. Hè? Heeft hij goed gepakt? Ja, zo kan je het ook noemen. Wat dan? Ik denk, ik ben donker, dus daar zie je niet zoveel van. Ik zie gewoon een paarse gloed. Nou ja, je bent Dream on. Donker.
Maar het kan natuurlijk altijd donkerder. Nou, dat is gelukt, kan ik je vertellen. Ze noemen me ook wel rode kool. Hey, leuk verjaardagscadeautje dit. Ik geef je gewoon even een ander wijfie. Zomaar even goed gepakt, hé. Ik dacht, dit is een spoeling. Daar zie je bijna niks van. Ja, het valt ook reuze mee. Heb ik dit ook een keer gehad? Ik ben benieuwd hoe Jessica reageert. Nou ja, je reageert ook al niet op je pruik, wel of niet. Dus, Nee. Holy Christ. Ja, ik vond het heel spectaculair. Wij zaten in de bocht. En het gaat zo ongelooflijk hard. Ja, het is... Paars. Op het ijs hangen gewoon bijna. Dat vond mij heel fantastisch. Je hebt nog best veel leuke mutsen, toch? Nou, als ik op een gegeven moment kwam... Ik moet even mijn make-up op en zo en dan. Wat vind jij ervan? Ik vind het wel mooi. Ja, serieus? Ja. Alles is beter dan kaal. Ja. Nee, sowieso. Ja hoor. Je kan het hebben. Nee? Ja. Ik zou gewoon nog even wennen. Nee, ja. Je weet het. Maar ik dacht dat het WK nog even zou duren. Jij dacht, ik ga nu alvast oranje. Zo. Ik dacht echt, dit wordt gewoon een paarse gloed. Dacht ik, want ik ben zo donker. Maar is dat niet de eerste keer dat jij iets verft of wel zelf. Of spoelt? Ja. Okay. Spoelt wel, niet als zelf verf. Nee, oké. Nou. Nou. Top. We doen het mee. Zeg maar voor je verjaardag. Ik heb ook een keurbandje. Ik hoop het. Het had goede reviews. Ja? Voor jou! Ja, voor jou! Ga maar uithalen. Wat is het dan? Dat is voor jou! Dat is dan leuker! Ja! Daar lijkt het wel op. Ja. Ja. Hij gaat gelijk opdrukken. Gaan we de messen mee slijpen? Ja, ik ga pakken. Ja. Nou? Nou, ik denk dat hij dat andere ding pakken. Oké, nice. Zijn we nu? Ik ook. Scharen, messen. Alsjeblieft. Nou jongens, het is de volgende dag. Ik vind het er gelukkig al iets beter uitzien dan gisteren. Maar nog is het wel een stuk heftiger dan wat ik eigenlijk in gedachten had. Dus ik heb Head & Shoulders gekocht. En het schijnt dat als je daarmee een paar keer goed was, dat het dan al een stuk lichter wordt. Maar ik ben wel blij dat ik het nu al beter vind dan gisteren. En dan gaan we wel zien hoe lang dit erin blijft. We hebben heel goed nieuws gehad. Goed. Sorry, ik praat een beetje zacht, want Jessie die ligt te slapen in ons bed. Die was vannacht rond 2 uur wakker en gewoon klaar wakker. Dus we zijn een beetje kapot.
En ik moest even moeite doen om hem een tussenslaapje te laten doen. En hij ligt nu in ons bed. Maar anyway, we hebben heel goed nieuws gehad. We hebben de datum van de pre-voorschouw gekregen. En meestal is het dan zo dat ongeveer 6 weken daarna het huis opgeleverd wordt. En de datum is woensdag 2 maart. En dat zou betekenen dat we ongeveer 13 april in die week ons huis opgeleverd krijgen. Oh my god. Oh, het komt zo dichtbij allemaal. Ik heb er zoveel zin in. Ah ja, we zaten al de hele tijd te wachten op deze brief. En nu is het een hele mooie dag op Sergio's verjaardag dat we deze datum hebben doorgekregen. Yes! Zo, de jarige Job loopt hier met zijn rode kool. En zijn kuifie. The lady in red is dancing with me. We gaan, Justy Silver die heeft net een hele mooie tekening gemaakt en geplakt voor... Ja. Papa's verjaardag. Die was mooi. Die was mooi, oh, hè? Oh man, dat geloof ik. En nu heb ik bedacht, omdat we toch op ons eten aan het letten zijn, om een keto chocoladecake te gaan bakken. Het recept van Miyuska. Dus dat gaan we doen. Ik ben benieuwd. Ik kan je zeggen, ben je boos? Wat zit er op de lens? Er zit er op lens. Wat zit er op lens? Ja. Oh. Ben je boos? Waarom ben ik boos? Ah, je ziet er rood. Je hebt het rood aan. Lang zal hij leven. Lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Ja, ja. Nee, papa moet een wens doen. Ja, ga maar uitblazen. Ja, papa doe maar uitblazen. Gaan we samen doen? Gaan we samen doen. Gaan we tot 3 tellen? Even wachten, hè? Vertrouw niet. Nee. Gaan we tot 3 tellen? Ja. 1, 2, 3. En blazen. Ja, goed zo. Eet smakelijk! Dankjewel, doe maar even proeven eerst. Dankjewel, Poppie. Doe maar even proeven hoe die smaakt. Ja, ja, niet slecht hè? Oh, ik uit. Eet ze. Dankjewel. Goedemorgen, het is vandaag 9 februari en het is de 5e bestralingsdag. En nu zag ik vanochtend ineens dat mijn sticker losliet. En dat is natuurlijk wel even spannend, want dan weten ze niet hoe ze me moeten bestralen. Dus we hebben nu, daarvoor hadden we ook een permanent marker meegekregen. Hebben we de streepjes doorgezet, zodat ze in ieder geval kunnen zien wat het midden is. Zodat ze dan hopelijk een nieuw stickertje kunnen gaan zetten. We hebben hartstikke een gezellige dag gehad gisteren, gewoon relaxed. Volgens mij heeft Sergio zijn tatoeage nog niet laten zien. Dan ga ik zo eens even naar hem toe. Dit is de tekening die Jesse Silver voor hem heeft gemaakt. Lekker gekleurd, geplakt, gestickerd. En we hebben een heel lief cadeautje binnengekregen van Gerry Verschuren. Voor Jesse Silver, hartstikke lief. Dankjewel. Zo, heerlijk geslapen. En ik ga even het eindresultaat laten zien. Ik heb helpen. Nou ja, maar ja. Dat is bezig. Kan je één pak voor mij? Kan je één pak? Mijn boek. Dus dat. Super, super trots op. Heel mooi plaatje. He? Heel blij mee. En we hebben iets heel erg leuks gehad. Wat een mooi boek. Papa, kijk even. Wat een mooi kleurpotlood heb jij. Let eens goed zien. Kijk eens naar het puntje. Daar zitten meerdere kleurtjes aan. Ja, dat kan je niet kleuren,
Wat maak jij even doen? Ga ik foto maken voor jou. Oké. Okay. Gereden. Ik kan een foto maken voor jou. Oh, daar. Oh, daar. Goedenavond, lieve mensen. De vlog zit er alweer op. Maar voordat ik ga afsluiten, wil ik jullie nog even dit laten zien. Ik heb een Italiaans leren en spreekbroekje gekocht. Want zoals velen van jullie misschien wel weten, is Sergio half Italiaans. Siciliaans eigenlijk. En ja, ik vind het toch ook wel heel leuk om... om dan ook een beetje mee te kunnen praten en te kunnen verstaan als we op vakantie gaan of als Sergio met zijn vrienden aan het spreken is of zo. En Sergio's vader die zingt natuurlijk ook veel Italiaans. Dus ik vond het heel leuk en ik heb deze besteld en ik moet je zeggen, hij is tot nu toe erg grappig ook. En ja, wel handig. Dus ik ben eraan begonnen en ik ben heel erg benieuwd. Of ik het allemaal nog kan onthouden of mijn chemobrein nog werkt. Maar ik vind het wel tof als ik toch nog een beetje mezelf, ja, nuttig kan maken. Toch iets nieuws kan leren in deze tijd. En ja, en gewoon kan doen wanneer ik daar zelf zin in heb en niet te moe voor ben bijvoorbeeld. Dus, nou, heel leuk. We hebben weer een leuke week achter de rug. Ik ben benieuwd of jullie het ook leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten om weer op de hoogte te blijven en een melding te krijgen. En ik kan niet wachten op jullie reacties. Ciao!